Hallo, fijn dat je weer kijkt. En kijk eens wat mooi idyllisch plaatje. Een boerenlucht is toch altijd wel het gezondste. Nou, gezondste. Dat is weer een iets andere atmosfeer natuurlijk. En daar gaan we het over hebben. De atmosfeer. Wat zijn de eigenschappen van de atmosfeer? Maar dan moeten we eerst weten van, wat is de atmosfeer nou eigenlijk hier op aarde? Ja, nou, laten we eventjes kijken van boven naar beneden. Atmosfeer, ja, daarboven is de ruimte, dus tot hoe ver gaat de atmosfeer? Nou, eventjes googelen, dan krijg je de zogenaamde Kármánlijn. En dat is een grens op 100 kilometer hoogte boven de aarde. En dat is de scheidslijn tussen de atmosfeer en de ruimte natuurlijk om de aarde zelf heen. Ja, dus dit is die Kármánlijn en daaronder, dat is wat we de atmosfeer noemen. Wil niet zeggen natuurlijk dat er boven niks anders is. Hè? Je ziet daar het noorderlicht trouwens, prachtig mooi. Maar daarboven heb je ook nog de exosfeer. En dat is dus de echte ruimte, zo maar zeggen. Hè? Daar zijn de ruimteschepen en zo. En nog verder natuurlijk de sterretjes. Daaronder, ja, het onderste laagje, daar leven wij. En dat wordt de troposfeer genoemd. Ook nog behoorlijk hoog natuurlijk. Tenminste, hè, je ziet daar links de Mount Everest liggen. En de vliegtuigen die zijn net aan de bovenkant van de troposfeer ongeveer bezig. Maar toch, het is maar een klein stukje vergeleken met de complete atmosfeer. Boven de troposfeer heb je de stratosfeer. Ja, en daar zie je de ozonlaag zelfs liggen. Ja, je denkt meestal ozonlaag, goh, die is hoog. Maar vergeleken met de atmosfeer, ja, zit nog in onze helft zoals je ziet. Hè? En erboven hebben we ook nog de mesosfeer. En dat is dus een stukje van de atmosfeer waar bijvoorbeeld de meteorieten in verbranden, zodat je een mooie lichtstreep in de lucht krijgt. En de atmosfeer zelf zit dus om de aarde heen. En als je dat van de buitenkant bekijkt, dan is het maar een heel dun laagje om de aarde heen. Het schilt, ja, het is eigenlijk een schil om de appel heen. Zo dun is het eigenlijk. We kijken eventjes naar voor ons het belangrijkste deel en dat is de troposfeer. En die troposfeer is belangrijk voor ons, want alle lucht in de atmosfeer, ja, die zijn voornamelijk in de troposfeer. 80% daarvan zit in de troposfeer. Daarboven dus slechts 20%. En van de lucht in de troposfeer is voor ons natuurlijk zuurstof het belangrijkste. En 21% van alle lucht bestaat uit zuurstof. De rest uit stikstof en ja, een heel flintertje en nog wat koolzuur en wat andere zaken. Maar lucht is natuurlijk wel van belang. Wat weegt lucht? Je zou zeggen van ja, maar lucht is toch niks? Nou, dat is niet zo. Want als je 1 kubieke meter lucht doet, 1 bij 1 bij 1, dan heeft dat een massa van 1,29 kilogram. En dat is niks. Nou, als je zo'n blokje op je hand zou zetten, plop, zo, dan kun je ook uitrekenen hoe groot de kracht is van het blokje op je hand. Want het is zwaartekracht, Fz is mkg. Dus als je dat uitrekent, dan kom je op 12,7 newton. En dat is één blokje. Als je nou op de grond staat en je kijkt omhoog, dan heb je natuurlijk daar heel veel van die blokjes bovenop staan. En al die blokjes samen, ja, als je dat zou uitrekenen, dan kom je op ruim 100.000 newton. Ja, op één vierkante meter aarde, 100.000 newton. Nou, die kracht op 1 vierkante meter, dat wordt in het algemeen de druk genoemd. De kracht op 1 kubieke meter, 1 vierkante meter. En dus die 100.000 newton, dat wordt de druk van de lucht genoemd. Dus dat is de luchtdruk. Ja? En onderaan, ik zei 100.000 newton, maar het is eigenlijk 1,013 keer 10 tot de macht 5 newton per vierkante meter. En die 100, en die newton per vierkante meter wordt ook wel Pascal genoemd. Ja, Pascal is de officiële eenheid van druk en dat is dus een vermomming voor newton per vierkante meter. Luchtdruk dus, dat is onderaan en zoals gezegd bijna, of nee, dik 100.000 Pascal. Maar als ik nou een beetje omhoog ga, ja, dan heb ik natuurlijk daar minder lucht boven me zitten. Dat betekent dus dat daar ook minder hoge luchtdruk is. Zeker niet 100.000 Pascal. Laten we even kijken wat het ongeveer wel is.
onderaan dus ongeveer 100.000 pascal. Als het nou een beetje omhoog gaat, dus aan de bovenkant van de troposfeer, dan is je afgenomen naar 40.000 pascal. Dus dat is meer dan een halvering zoals je ziet. En nog hoger, hè, een beetje bij de stratosfeer, ja, daar is het al zo weinig, nou het is eigenlijk bijna 0 pascal. Ja, je kunt daar ook een grafiekje van maken. Kijk, deze. Hè, en dan zie je dus dat hier, ja, op aardoppervlak is hij dus dan 100.000 pascal. Hè, 1000 hectopascal is 100.000 pascal. En als je omhoog gaat, ja, dus aan de bovenkant van de Mount Everest, dan is de luchtdruk al afgenomen tot die 40.000. Ja, en nog verder omhoog, hè, dan gaat hij naar de 0 pascal, 0 hectopascal. Nou, hoe ontstaat die druk? Nou, dat is, hè, omdat dus, hè, als je zo'n blokje hebt, ja, daar zitten moleculetjes in. En die moleculen die bewegen allemaal en die duwen dergelijke en die zullen dus een druk veroorzaken. Nou, stel je voor, hè, de kubus, volume en een druk. Als ik nou die omhoog breng, ja, het kubusje, dan zal die gaan uitzetten. Ja. En dat betekent dus dat het aantal moleculen, die hebben meer ruimte om te bewegen, maar dat betekent dat ze minder botsingen zullen doen daarop. En dat betekent dus, hè, dat ze een groter volume hebben, maar een groter volume betekent ook een lagere druk. En daar kijken we even naar. Hè. Dus ik heb druk en ik heb volume. En je ziet dus, als het volume groter wordt, nou, dan zal de druk kleiner worden. En omgekeerd natuurlijk ook, als het volume kleiner wordt, dan wordt de druk groter. Ja, die twee zijn dus tegengesteld. De een wordt groter, dan wordt de ander kleiner, et cetera, et cetera. Oftewel, hè, denk even, daar, hè, als de ene 1 is, de andere 10. Omgekeerd, dan wordt het tussen 1, 10, 10, 1, et cetera, et cetera. Oftewel, als ik die twee met elkaar vermenigvuldig, dan krijg ik iedere keer eenzelfde getal eruit. En dit is een zogenaamde gaswet. En hè, P keer V is constant, dus als je één van die twee weet, kun je de ander berekenen. Je kunt ook zeggen van, nou weet je wat, hè, P1 keer V1, hè, dat is dus deze situatie. Als ik hier P keer V doe, P1 keer V keer V1, dan is hetzelfde als ik het hier doe met P2 keer V2. Die twee zijn gelijk aan elkaar. We gaan het eventjes uitproberen. Stel je voor, ik heb een ballonnetje onderaan de Mount Everest. Ja. En die ga ik omhoog brengen, dan zet de ballon uit. Nou, onderaan, de beginsituatie, betekent dus dat dat P1 keer V1 is. En bovenaan is mijn tweede situatie, P2 keer V2. En als ik dat dus bereken, bij de onderste of de bovenste, komt er precies hetzelfde uit. Stel je voor, onderaan is een ballon en die heeft een volume van 1,4 liter. 1,5 kubieke decimeters. Nou, boven, hoe groot wordt daar het volume? Dus ik heb onder 1,5 en boven, hoe groot wordt de ballon? Kunnen we berekenen, want onderaan, ja, daar heb ik een druk van 1000 hectopascal. En bovenaan, ja, en eventjes kijken, hè, ik zit dus hier ongeveer op deze hoogte. Dan kom ik hier en kom ik dus een druk van ongeveer 25 hectopascal. Dat betekent dus dat ik daaronder, ja, die kan ik berekenen, ja, want dat is dus 1000 keer 1,5. En in de situatie 2, ja, is de druk 25 geworden en kan ik V2 berekenen. Let op dus, voor de druk hoef ik niet beslist pascal in te vullen, als je maar links en rechts dezelfde eenheid invult. Nou, en dit kun je uitrekenen en dan krijg je dus dat het volume in het bovenste geval 90 kubieke decimeters wordt.
En daar kan hij meestal niet tegen. En dan klopt hij. Goed. 90 kubieke decimeter dus. En beneden 1,5. En je kunt dan ook een uitspraak doen over de dichtheid. Want de dichtheid van lucht. Ja, de dichtheid is normaal m gedeeld door v. Nou, betekent dus dat in deze situatie hier. Ja, is de dichtheid m1 gedeeld door v1. En op de bovenste situatie, dezelfde formule, m2 gedeeld door v2. Maar, een beetje flauw, maar natuurlijk blijft de massa gelijk. Het volume wordt 40 keer zo groot. Ja, en als je dus deelt door 40 keer zo groot deel, betekent dus dat de uitkomst 40 keer zo klein wordt. Oftewel, je ziet dat de dichtheid kleiner wordt als je omhoog gaat. Ja, oftewel, eventjes in het algemeen, ja, als de druk afneemt, in dit geval ongeveer dus 40 keer, dan weet ik dat het volume juist toeneemt, 40 keer, maar dat betekent ook dat de dichtheid afneemt, 40 keer. En je ziet dus dat druk en dichtheid hetzelfde is. Hè? Druk neemt 40 keer af, de dichtheid neemt ook 40 keer af. En dat betekent dat druk en dichtheid zijn evenredig met elkaar. Als de een twee keer zo groot wordt, wordt de ander ook twee keer zo groot. Als de een twee keer zo klein wordt, wordt de ander ook twee keer zo klein. En dat is natuurlijk wel plezierig. Even iets over de temperatuur. Ja. Kijk, de temperatuur komt natuurlijk van het zonnetje. Het zonnetje schijnt lekker naar beneden, dat is wel lekker zo. En een deel van de warmte wordt weer weerkaatst door de aarde. En daardoor krijg je dus dat de lucht boven de aarde, die wordt extra verwarmd. Ja, de zon schijnt er doorheen, maar de aarde die weerkaatst de warmte en die verwarmt dus de lucht erboven. Plezierig natuurlijk om even in te spelen. Hè? Ongeveer, nou, stel je voor, 20 graden Celsius, hè? Dat is wel een prettige temperatuur. Maar die 20 graden Celsius, dat is dus daar op de troposfeer. Ja, een prettige 20 graden Celsius. Als je hoger komt, ja, dan wordt het moeilijker voor de aarde natuurlijk om ook die luchtlaag een beetje op temperatuur te houden. En betekent dat de temperatuur daar daalt. Ter hoogte van, hè, vliegtuighoogte ongeveer, is de temperatuur al gedaald naar min 55 graden Celsius. Nou, de stratosfeer zo heeft een andere eigenschap, hè, en betekent dus dat de temperatuur ook een beetje anders verloopt. En als je nog hoger gaat, dan blijkt dat de temperatuur zich een beetje stabiliseert. En daarna gaat die, hè, let op, hè, naar de ozonlaag, gaat die zelfs weer oplopen. Ja, en daar, het is nog niet super warm, maar toch, hè, een 10 graden Celsius. Dat is nog wel uit te houden met een dikke trui aan. Hierna gaat hij weer een beetje eerst gelijk constant blijven. En daarna neemt hij weer af. En hij neemt ook flink af. Ja, daarboven is hij min 90 graden Celsius. Nou, daarna gaat hij weer een klein beetje stabiel blijven. En in de thermosfeer gaat hij weer oplopen. Maar ja, daar is zo weinig lucht. Het is een vraag van, ja, wat is daar nou natuurlijk nog temperatuur? Dus, maar je ziet dus dat de temperatuurverloop in de atmosfeer zelf een behoorlijk grillig verloop heeft. Het heeft niet zo dat je zegt, goh, temperatuur neemt per 100 meter zoveel af. Kun je alleen in de troposfeer zeggen, maar niet in de andere lagen. Dat gaat een beetje zigzaggend voorbij. Dus, kijk eens aan, wat heeft die nu weer te zeggen? Dat lijkt me wel het beste nu. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.